Jullie vragen je natuurlijk af, god, wat doen jullie daar in de studio? Nou, dat is vanwege Doom. Ja. Doom is uitgekomen. Terug naar de roots, terug naar de... Ja, beginselen naar de beginselen van games. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè. Ja. Doom was een van de eerste shooters natuurlijk. Klopt, ja. Heb ik heel veel gespeeld in mijn jeugd. Ik ook. Ja, dat mochten we helemaal niet spelen, maar dat deden we wel. Absoluut. Veel te veel. Want Doom was al heel hard en Doom is nog veel keiharder geworden. Absoluut. Vertel even wat over Doom. Ja, de singleplayer begint eigenlijk dat je wordt ergens wakker en je hebt geen idee waar je beland bent en wat er gebeurt. Je komt je Space Marine pak tegen en ja. Eigenlijk het eerste wat je gaat doen is gelijk een monsters afslachten. En dat doe je de hele game door. Ja, het is een ongenuanceerde, keiharde, alleen maar schietgame. Ja. Zonder sprintknop. Klopt. Gewoon schiet, schiet, schiet. Er zit wel een stukje verhaal in. Olivia Pierce heeft haar ziel verkocht. De UAC, de Union Aerospace Corporation. Mooi. Ja. Ja. Die gebruikt zeg maar Mars om gratis stroom op te wekken. Maar is niet iedereen mee eens. Dus nee. Er wordt een poort geopend naar de hel. En vanuit de hel komen allemaal Doom-monsters. En daar moet je tegen gaan vechten. Ja, en dat doe je echt het meest. Ik heb alleen een stukje van de single. Nou, ook wel een stukje van de multiplayer gespeeld. Maar ook van de singleplayer. Het is echt keihard. Het is echt een keiharde shooter. Ook Klopt. Op een gegeven moment als je die cirkelzaag krijgt. Je gaat door demonen heen snijden. Absoluut. Letterlijk. En het ziet er schitterend uit. De graphics zijn sowieso om te smullen. Om te smullen. En blood and gore spat er gewoon vanaf. En ook qua omgeving is het best wel wisselend. Je gaat van Mars naar de hel en weer terug. En zoals je in de multiplayer vooral de helmappen hebt gespeeld, die krijg je later in de singleplayer ook. Je begint echt op Mars. Heel veel gangen. Het ziet er allemaal best wel hetzelfde uit. Maar later als je wat meer richting hel gaat, dan krijg je wat meer afwisseling. En ook afwisseling qua wapens, want je unlockt in de singleplayer best wel snel nieuwe wapens. Je begint echt met een lullig pistooltje. Maar die ik trouwens heel veel gebruik, want het is echt een heerlijk pistool. Ik ben op een gegeven moment gestopt met hem echt heel veel te gebruiken, want op een gegeven moment krijg je al de shotgun en je blaast er gewoon koppen mee af. Ja, daar ben ik niet van. Nee? Nee. Oh. Maar goed, dat was mijn. Ik vond die machinegeweer wel heel fijn, alleen had ik er heel weinig kogels van. Klopt. Want het is ook daarin een ouderwetse shooter. Ja, maar het vette daarin is wel, als jij op monsters afloopt en je geeft ze een paar kogels, dan gaan ze op een gegeven moment op een hurken zitten. Dan lichten ze blauw op en dan kan je een enorm vette melee kill maken. Een finishing move. Ja. En wat dat betreft, ik wil toch nog even zeggen dat we echt sowieso een 18-plus game. Dat mogen we wel duidelijk zijn, hè? Absoluut. En dat het ook echt een ouderwets shooter is als in van dat het ook wel eens voorkomt dat je voor een deur staat en dat hij zegt, ga een keycard zoeken. Of keycard. Ja, klopt. Keycard. Dat is niet boeiend. Keycard zoeken en dan zit ik echt wel eens even vast. Ja, is echt zo. Ouderwets, met health packs. Beetje dat Wolfenstein gevoel, wat ze ook met Bethesda hebben gedaan. De revamp van Wolfenstein. Ja, in principe wel. Beetje dat gevoel, een ouderwetse singleplayer shooter en dat beviel mij prima. Ja, klopt. En hoewel je misschien verwacht dat het ook een stukje horror in zit, dat valt eigenlijk best wel mee. Nee, het is gewoon gore, gore, gore. Het is gore, het is best wel, natuurlijk best wel lineair en best wel voorspelbaar allemaal. Je weet wanneer de vijanden aankomen. Als er overal medpacks liggen, wapens en kogels, dan weet je dat er wat aankomt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet erg met Doom, omdat het gewoon, het is zo lekker schieten. Ja. Oké, dan gaan we naar de multiplayer, denk ik. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, want jij had heel erg genoten van de multiplayer, meer dan ik. Ja, ik heb de beta sowieso gespeeld en ook heb ik de multiplayer gestreamd. Daarna heb ik nog aardig wat potjes gespeeld. Ja, je hebt 9 maps, je hebt verschillende modi. Je hebt natuurlijk gewoon Capture the Flag, je hebt een Team Deathmatch. Je hebt een soort van survival, dus 1 kill is gewoon 1 death. Okay. Je hebt bewegende targets of bewegende flags, zeg maar, die je vast moet houden. Het is eigenlijk de singleplayer, maar dan... Ja, nee, en daar ben ik het dus niet met jou eens. Vertel. Ik vind de multiplayer duidelijk minder leuk, omdat het... heel veel schieten is voordat iemand dood is. Dat is wel En zo. Ik snap wel dat dat soort van... Dat maakt de game moeilijker, want dat betekent dat je langer op een bepaald iemand moet richten voordat hij dood is. Klopt. Maar ik vond de singleplayer zo lekker snel qua kills en qua... Ja, dat vind ik in de multiplayer te lang. Ik vond wel de multiplayer, je levelt heel snel, dus je kan ook best wel snel andere packs maken voor je wapens, nieuwe upgrades. Je kan combinaties maken van wapens. En... Maar qua gameplay is het wel echt de singleplay. Het gaat snel, het gaat vlot. De levels zijn er echt op gebouwd. Ze zijn verticaal, ze zijn krap, maar ook open stukken. Je hebt granaatwerpers, je hebt
de dikste wapens. En dat maakt het voor mij wel, vooral Team Deathmatch, het blijft gewoon echt een klassieke modus. Waarbij je dus gewoon echt met je team, zeker als je met een paar tactisch toch bij elkaar blijft en gaat lopen, dan kom je best wel ver. En dan kun je best wel hoog eindigen in de ranking. Niet dat het mij heel erg lukt. Maar de multiplayer voelt voor mij heel erg snel. Het doet weinig nieuws, maar... Je hebt wel die monsters waar je in kan. Absoluut, ja. Je kan inderdaad een demon worden en je kan verschillende demonen unlocken die ook verschillende specialiteiten hebben. Je hebt demonen die echt met wapens kunnen schieten. Je hebt ook melee demonen en zo. En dat maakt het, dat is echt het vernieuwende elementje. Maar verder, ja, het is natuurlijk gewoon ouderwets rachen, schieten, knallen en vooral customizen. Je kan je personage kun je aanpassen, je kunt wapens aanpassen. Wat ook in de singleplayer trouwens echt uitgebreid kan. Waar je het ziet er ook vet uit, hoe die zijn... Ja, dan kun je dus een granaatwerper opzetten, ja, of een triple burst op je shotgun bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn wel de toffe mogelijkheden om, om de game net wat lekker te tweaken. Oké, en die moet ook niet naar mij luisteren qua multiplayer, ik heb het helemaal niet lang gespeeld. Hij is een reviewer van dienst, dus ik vind het ook prima. Ik ga het alleen niet verder spelen, want ik wil de singleplayer gaan verder. Singleplayer is wel heel... Hey, SnapMap, leg ons even uit wat SnapMap is en in de wereld van SnapMap. SnapMap is eigenlijk simpel gezegd levels creëren. Oké, okay, vet. Je hebt natuurlijk maps die gemaakt zijn door ID Software. Maar je hebt gewoon een map creator. En je kan zo'n beetje alles gebruiken wat er in de Doom-wereld te gebruiken is. Dus je kan gangen creëren. Je kunt verschillende hoogtes instellen. Je kunt exploding barrels neerzetten. Je kunt nog meer obstakels neerzetten. Die liggen trouwens ook overal, exploding barrels. Klopt. Maar het is vet. Ja, is leuk. Echt ouderwets, zo vet. Is de goede map creator? Je krijgt best wel een goede tutorial. Je krijgt echt een beginstuk waarbij je... alle uitleg krijgt van echt de simpelste dingen. Ook al inderdaad zo'n exploding barrel, hoe je dat allemaal neer moet zetten, waar je dat allemaal neer kunt zetten. Okay. Wat de mogelijkheden wel en niet zijn, want als jij verwacht dat je bijvoorbeeld in een Garry's mod echt maar alles neer kan plampen, dat kan niet. Zit een limiet aan, je kunt niet honderden monsters neerzetten, daar zit een limiet aan. Het zijn wel... zeg maar eerlijke maps, maar je kunt er wel voor zorgen dat je een soort van survivor map maakt of een team deathmatch map. En dat kun je allemaal zelf tweaken, je kunt zelf de monsters kiezen, je kunt zelf bepalen welke instellingen je wil doen. Maar denk je dat heel veel mensen het gaan gebruiken? Want het zou wel de game, net als Super Mario Maker bijvoorbeeld, recent voorbeeld, dan maakt de game wel unlimited groot natuurlijk. Ja, nou ja, als Doom een beetje goed verkoopt natuurlijk, kijk, dat krijgt al best wel goede kritiek. Het is best wel toegankelijk. Kijk, als het is geen Little Big Planet. Het is moeilijk, zeg maar. Nee, het is best wel toegankelijk gemaakt. Zeker door de tutorial. En je hebt alsnog wel heel veel mogelijkheden. Dus als je niet heel creatief bent, blijft het lastig. Ja, maar dat betekent dat de mensen die er echt voor gaan zitten ook echt dingen eruit kunnen halen. Absoluut. Die newbies er niet uit kunnen halen. Dat sowieso. Dat de echte creatievelingen kunnen hele vette maps gaan maken. En als de community een beetje blijft rollen en als de multiplayer echt levend blijft, dan denk ik dat SnapMap echt wel een toffe toevoeging kan blijven. Tof. We gaan naar een cijfer. Wat heb je de game gegeven? Een 8,8. Mooi cijfer. Ja. En dat komt, Daniel is al heel lang gestookt voor het Doom. Absoluut. En volgens mij heeft het ook wel gebracht wat je had verwacht. Wat is het grootste, wat vind je het minst aan Doom? Wat is de 1.2 die eraf is gegaan? De cijfers geven ook gevoelsmatig, maar... Je hebt hem wel een beetje gelijk over de multiplayer. Er had wel iets meer in mogen zitten. Ze mogen het voor mij iets meer tweaken dat vijanden sneller doodgaan. Ja. Iets meer verhaal in Doom. Het is echt een los draadje, zeg maar. Ik had eigenlijk verwacht dat ID Software wel iets toffers had kunnen maken van het verhaal. Dat iets meer, toch net dat beetje nuance waarom die monsters er zijn of hoe je daar terecht bent gekomen. Het is allemaal net iets te los. En dat vind ik wel jammer inderdaad. Maar goed, de actie is vet. Het is bruut, het is gore, het is bloody, het is fantastisch, het is een ouderwetse shooter en daar hou ik van. En dat, ja, ik hoop dat heel veel mensen dat met me eens zijn. Nou, ongetwijfeld. Dankjewel, Daan.